Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee J. Jonkman uit Zeewolde. De schriftlezing voor deze middag is uit het Oude Testament, Psalm 2, en uit het Nieuwe Testament, Matthäus 28. De verzen 16 tot 20 en Handelingen 4, de verzen 23 tot 31. Aanmelding eredienst, zondagmorgen 15 augustus, worden de wijken 5, 6, 7 en 8 uitgenodigd om de dienst bij te wonen. En op zondagmiddag de wijken 1, 2, 3 en 4. De aanmelding voor zondag 15 augustus wordt woensdagavond 11 augustus verzonden. En verdere informatie vindt u op de zondagsbrief. Er zijn 3 collectes. De eerste voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kassen, onderlinge bijstand en advies. En de derde voor het bouwfonds. U wordt verzocht de collectes over te maken op de u bekende wijze. Als voorzang zingen wij Psalm 110, de verzen 1, 2 en 5. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij vervolgen nu ons lied gemeente met Psalm 72. En daarvan de verzen 1 en 7. Psalm 72. Dat gaat over de Messiaanse koning. En dat is ook het hoofdthema van heel deze middagdienst. Geef Heer de koning uw recht en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. 72 nogmaals, 1, 7. Zoals we hier in de kerk zijn en ook meeluisteren, weten we ons verbonden met de kerk van al de tijden en al de plaatsen, de kerk van deze koning. Daarom willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 72 het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. En spa, dat betekent hier uiteraard laat. 72 vers 11 dus. Ieder van u beleidde daarmee in zijn en haar hart.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Voordat we gemeente verder de schriften gaan openen en gaan luisteren naar wat God ons vanmiddag wil zeggen, willen we eerst de Heere vragen om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest, zodat we het woord mogen horen en verstaan. Zullen we samen gaan bidden. Uw naam, Heere Jezus Christus, koning in de troon, bij uw Vader en van uw Vader, die zal de lof ontvangen. En die ontvangt vandaag de lof. In zoveel talen, onder zoveel volken, naties en stammen. En ook hier, uit deze kerk. Uit onze monden en bewerk ook uit onze harten. En allen die met ons verbonden zijn. In die eenheid van het ware geloof. Heere, waar u werkt, daar ontstaat een nieuw volk. De gemeenschap van de heiligen, uw kerk, voor wie u, Heer Jezus Christus, uw bloed hebt gegeven. En daarom is die kerk zo kostbaar. Niet omdat ze een kerk is of een bepaalde naam draagt, maar omdat u daarvoor naar de aarde bent gekomen. De heerlijkheid die u van eeuwigheid bij de Vader had, hebt afgelegd, om nog lager weg te zinken dan wij. Om in onze plaats te gaan staan. Als de middelaar tussen God, uw Vader, en ons, die verloren zondaar. En zo hebt u de toorn, de heiligheid van uw Vader over de zonden opgevangen. Opdat we in u voor eeuwig geborgen zouden zijn. Heere, wat een evangelie. En vanmiddag mogen we weer in de kerk zijn. Daar danken wij u voor. Voor zover we hier in de kerk kunnen zijn. Want er zijn broeders en zusters die hadden vanmiddag het graag gewild, maar ze kunnen niet meer. En andere broeders en zusters die kunnen op het moment niet, omdat u de Heere weet om welke situatie dat is in deze coronatijd nog. We danken u dat het aantal besmettingen toch langzaam maar zeker weer aan het dalen is. Maar wereldwijd is het nog één groot probleem. Ontferm u, Heer. U, Heer Jezus, u bent de koning op de troon. En vanmiddag willen wij daarnaar luisteren. Op een wijze die we mogelijk niet verwacht hadden. Maar hoe het ook is,
dat uw woord open mag gaan. Dat ons verbanden mogen opengaan. Dat we geraakt mogen worden van binnen. Dat we onder de indruk komen op de goede wijze. Heilige Geest wil in ons werken met het woord dat u geïnspireerd hebt. En wilt u ons voor ogen uitschilderen. Die koning in zijn regering, ook vandaag, te midden van al de volkeren, te midden van al zijn vijanden, totdat hij de eindoverwinning heeft behaald. Zo komen we bij u, Heere, met dankzegging voor al het goede dat u ons hebt geschonken in de afgelopen uren, in deze zondag, waarin het weerbeeld wat verschillend is, maar zoals ook vaak in de mensenleven, daar is het weerbeeld vaak ook zo verschillend. Maar u, de Heere, bent dezelfde, nu en tot in eeuwigheid. Trouwe God, geef dan dat uw Heilige Geest zo wil werken, dat we erin mee kunnen komen. De jongeren, dat ook onze jeugd de schriften leren kennen. Wil alle werk onder de jeugd, onder de kinderen en de opgroeiende jongeren zegenen, zodat ze liefde krijgen. Door u, de Heere, in hun harten gewerkt en gelegd. En wilt u jongeren die twijfelen, die een proces bij zichzelf ervaren van welke kant gaat dat op, wilt u ze vasthouden, Heere. En waren ze al enigszins met één been over de grens van het verlaten, trek ze weer terug, o God, u bent machtig daartoe. Daar zien we ook vele voorbeelden van. Laat wij allen onze verantwoordelijkheid mogen beseffen, maar ook diep afhankelijk weten van u. Sterk ons vanmiddag in het luisteren, want dat is best een opgave. In het zingen, het mag weer, dat we daarin ook vreugde beleven samen. En op de kansel, achter het orgel en welke taak wij ook vanmiddag hebben. Laat uw koninkrijk komen, Heere, wereldwijd. Geef dat de verkondiging van het evangelie vrucht mag dragen. En het zal vrucht dragen, want anders bestond deze wereld niet meer. Uw werk is nog niet helemaal af, Heere Jezus. U bent nog bezig het te voltooien. Dat mogen wij geloven en dat geeft ons weer moed. Hoor ons gebed. Neem onze dank aan. Vergeef wat vanmiddag niet naar uw heilige wil zal zijn. Maar wil deze dienst heiligen door uw tegenwoordigheid en door uw bescherming. En geef dat we zo met vreugde en met zegen hier in de kerk mogen zijn en straks kunnen zeggen: de Heere was in ons midden, die machtige koning, die ook mijn hart heeft veroverd. Uw naam zij lof, eer en dank, Heere Jezus Christus. Amen. Drie schriftlezingen, even bladeren, zijn niet de langste lezingen. Psalm 2. Dat is de psalm die vanmiddag onze aandacht vraagt. Daarna Matteüs 28, vers 16 tot 20, concrete invulling. En dan ook nog uit Handelingen 4, de versen 23 tot 31. Die komma, dat moet een streepje zijn. Er zijn nog meer gedeelten in het Nieuwe Testament die over psalm 2 gaan, maar we kunnen ze niet allemaal lezen. We doen dus deze drie. En daarna zingen we uit deze psalm 2 de verzen 1 en 3. Wat drift beheerst het woedend heidendom? Ja, dat is wel waar, maar dat is niet helemaal wat er staat in de grondtekst, maar vooruit. En heeft het hart der volkeren ingenomen. En 3, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mijn hoog gezag ontwringen, of weerstand dien aan mijn geduchte macht? Ontziet mijn toorn, verdoolde stervelingen. En wat er verder volgt, dat is even toch wel even flink kijken van wat staat er. Maar dan begint de psalm toch hopelijk te spreken. Psalm 2, de Heer en zijn gezalfde. Waarom
woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd. Over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Dat is Psalm 2. Matthäus 28 dus vanaf vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Handelingen 4 vanaf vers 23. Petrus en Johannes die zijn dus vrijgelaten. Die waren in verhoor genomen. En dan het volgende. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover vanmiddag, gemeente, de lezingen uit het heilig woord van God.
Ja, eigenlijk moet je de hele psalm 2 zingen, maar dat wordt wel wat veel in de kerkdienst. Straks na de preek zingen we de versen 6 en 7. Vreest s Heere macht en dient zijn majesteit en kust de zoon. Welzalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. 6 en 7 van psalm 2 na de verkondiging en ja, de hele psalm komt aan de orde in de preek. Direct kernthema. Ja, ik heb wel een kernthema. Maar een kernvers niet zo heel direct. Want alles hangt hier met elkaar samen. Psalm 2. Ja, gemeente des Heren. Inderdaad wel een kernthema. Ja, dat heb ik zo omschreven. God spreekt. Tegenwoordige tijd. Dubbele punt. Ik, bewust twee keer, heb mijn koning gezalfd. En dan zijn de hoofdlijnen van de preek. 1. Daarom is al dat grimmige verzet van de koningen en hun volken zinloos. 2. Want de Heere lacht en spot met hem. 3. De vastheid van het besluit van de Heere. 4. Een dringende oproep aan alle volken en machthebbers. En 5. De zaligspreking. Nou, zult u wel denken, dat wordt een heel lange preek. Het valt wel mee. Dat tenminste. Ja, gemeente, psalm 2. Dat is een psalm van een geheel eigen soort. Het gaat in deze psalm niet allereerst om wat Gods kinderen in hun omgang met de Heere en zijn woord beleven. Dat komt wel aan de orde. Maar hier toch meer zijdelings. Psalm 2 is een wereldomspannende psalm. Alle tijden door uiteraard. Een profetische psalm die ook vandaag onverminderd van kracht is. Het is niet de gemakkelijkste psalm om te begrijpen. Om ervan onder de indruk te komen. Je moet er wel wat moeite voor doen. Maar de psalm is uiterst actueel, jonge mensen. Kort geleden stonden erin, nou met name in het Reformatorisch Dagblad, maar mogelijk ook wel in andere kranten, maar ja, ik lees ze niet allemaal uiteraard, stonden er artikelen over de vervolging en de verdrukking van christenen, met name in Noord-Korea en in Nigeria. En die lijst kun je nog aanvullen met heel veel landen. De christenen zijn het rechtstreekse doelwit van het regime in Noord-Korea. Ze worden bewust vervolgd en verdrukt en soms gemarteld tot de dood. Het is levensgevaarlijk om in dat land een Bijbel te bezitten. Word je gesnapt, dan kom je terecht in een strafkamp en meestal kom je daar niet meer uit. Waarom is dat regime daar zo bang voor juist christenen en andere regimes? Waarom? Dat is eenzelfde waarom, gemeente, als het waarom waarmee psalm 2 begint. Waarom woeden de volken en bedenken de naties wat zonder inhoud is? Het regime in Noord-Korea weet dat de christenen een, zoals zij dat dan noemen, een hogere macht aanroepen. En daar is dat regime vuurbenauwd voor. Dat duldt men op geen enkele wijze. Zij zitten op de hoogste troon. En onder geen beding mag er nog een troon zijn die boven hen staat. En die uiteindelijk ook nog over hen beslist. Nou, zo zitten we midden in de actualiteit van deze psalm 2. En klinkt de boodschap van de psalm midden in de volkerenwereld van vandaag. En dan gaat het niet alleen over koningen en machthebbers,
over rechters en andere hooggeplaatsten, al gaat het wel allereerst over hen. Maar het gaat toch ook nog over ons. Onder welke koning buigen wij ons? Kus de Zoon. Het evangelie, er is in Psalm 2 gemeente ook een machtig evangelie. Het is ook een grimmige psalm. Maar het is geen psalm zonder evangelie. Het is immers het machtige evangelie van de gezalfde koning van God. Hij sprak, die koning, toen hij naar de hemel ging. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En wie weigert zich aan hem te onderwerpen, heeft terecht te vrezen voor zijn macht en voor zijn grimmigheid over alle verzet tegen hem. Want dat verzet is totaal te vergeefs. Het zal niets uithalen. Waarom? Zo begint Psalm 2. Nou, eerst maar iets over de psalm zelf nog. Er staat niet bij wie de psalm heeft gedicht. Maar in Handelingen 4, vers 25 staat dat de psalm van David is. En daar in Handelingen 4, in die eerste christengemeente na Pinksteren, die is daar bijeen in een vurig gebed. Want Petrus en Johannes, die moesten voor de Hoge Joodse Raad komen, en die verbiedt hen om nog langer te spreken in de naam van de Heer Jezus Christus. Maar dat weigeren Petrus en Johannes. Zij zeggen, dat is voor ons onmogelijk. We moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Nou ja, ze worden vrijgelaten en dan gaan ze naar de gemeente. En in die gemeente bidt men eenparig tot God. En dan halen zij, dat is wel opvallend, hè? Dan halen zij Psalm 2 aan in hun smeekgebed. Waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? De koningen van de aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn samen vergaderd tegen de Heere en zijn gezalfde. En dan onder de volkeren die zich verzetten, wordt dus ook de Joodse raad uit die dagen gerekend. De volken van Israël staat er nota bene. En onder de heidenen worden concreet genoemd Herodes en Pontius Pilatus. Die gemeente die had zicht op Psalm 2. Psalm 2 is dus in eerste instantie een psalm van David. David was koning geworden. En de volken om hem heen, de koningen van die volken, die vonden dat maar niets. Ze wilden van hem af. Ze kwamen in opstand. David heeft veel moeten strijden om zijn koningschap te grondvesten en sterk te maken. Dat zou hem nooit gelukt zijn als hij gelijk was aan die andere koningen. Dan zou David veel te vrezen hebben gehad en hij zou het ook niet gewonnen hebben. Maar David was niet één van hun gelijken. Hij kreeg een plaats op een troon die hij niet zelf had opgericht. Hij had geen koeppoging gepleegd of zoiets. Geen revolutie. Hij kwam op een heel bijzondere troon. Op een unieke troon. Van die troon bestaat geen tweede. En geen enkele troon is aan die troon gelijk. Psalm 2 zegt dat zo. Het is de troon die op de Sion staat. De heilige berg van de Heere. Dus de troon in Jeruzalem. En wie komt er op die troon? Dat is alleen iemand die door de Heere zelf is gezalfd. Die wettig is aangesteld en bekwaam gemaakt. Dat is de man naar het hart van God. En dat is David. Ondanks de zonden in het leven van David, ondanks zwarte bladzijden in zijn leven, ook als koning, was hij toch de man naar Gods hart, Gods gezalfde. En daarom die innige aanspraak, mijn zoon bent u. Daar spreekt ook een liefdesverhouding uit. De Heere God heeft deze koning lief.
De koning op deze troon op de Sion, die moesten zich dan ook als zonen van de Allerhoogste gedragen. Wij weten dat de meeste koningen na David dat niet hebben gedaan. Uiteindelijk heeft dat koningschap gefaald. En daarom spreekt Psalm 2 ook over de zoon. En die zoon is de Heere Jezus Christus. En zijn koningschap zal niet falen. Maar eerst nog over dat grimmige verzet van de koningen en die machthebbers. De dictators en onderdrukkers van deze wereld. Ook in onze dagen. En gemeente, dat is veel erger dan wij hier in het vrije Westen tot ons laten doordringen. En dan bedenk je ineens maar eens even weer hoe goed wij het hier in Nederland hebben. Al kun je ook best wat kritiek hebben, nou, dat ligt ons ook wel. Maar hoe goed wij het hier in Nederland nog hebben. Want er is wereldwijd één groot verzet gaande tegen de Heer en tegen zijn gezalfde koning. En omdat men de Heer Jezus Christus zelf niet meer kan uitschakelen, daarom verzet men zich tegen allen die de naam van deze koning belijden en aanroepen. En in die vervolging van die christenen verzet men zich tegen de Christus zelf. En zoals Jezus het zei tegen Paulus, ik noemde dat vanmorgen ook even, op de weg naar Damascus: Saul, Saul, wat vervolgt u mij? Waarom? Waarom dat grimmige verzet? Waarom dat ongeloof in het leven van mensen? Waarom? Het is zo dwaas, gemeente. Het maakt landen en volken kapot. Het maakt regimes achterdochtig en boosaardig. Het maakt ze sluw in gemeenheid en vijandschap. De Satan stookt hen op en de Satan vestigt zijn tronen in de wereld. En David zag dat profetisch voor zich, door de Heilige Geest. De volken broeden en zinnen op ijdelheid, op iets wat zonder inhoud is. De koningen van de aarde spannen samen. Zij vinden elkaar in een verzet tegen de Heer en zijn gezalfde. En zoals later in het Nieuwe Testament Herodes en Pilatus vrienden werden van elkaar, omdat beiden een afkeer hadden van de Heer Jezus, terwijl zij voor die tijd vijanden van elkaar waren. En David heeft er tijdens zijn koningschap meegemaakt hoe heftig het verzet van die omliggende landen en volken tegen hem was. En David heeft heel veel moeten strijden voordat hij zijn troon in Jeruzalem had gevestigd en rust had gekregen van zijn vijanden. Maar wat is er veel gebeurd? Zelfs zijn eigen zoon Absalom stond tegen hem op. Ook in Absalom was de geest van de revolutie gevaren, van het verzet. Laat ik de banden van mijn vader verscheuren en zijn touwen van mij werpen. Ten diepste, gemeente, dulden wij geen koning boven ons. Wij willen alles zelf beslissen. Dat iemand het over ons te zeggen heeft, dat nemen wij niet. Sinds de zondeval in dat eerste paradijs zijn wij zelf op onze troontjes gaan zitten. Dat gebeurt in het klein van het persoonlijke leven, maar het gebeurt ook in het groot in wereldverband. En het kan de ware gelovigen benauwen. Zullen wij het volhouden, gemeente? Als we op de machten en de krachten in de wereld zien, onder aanvoering van de koning van de duisternis, dan kan het ons wel eens aanvliegen. Zal ik volharden in het geloof? Of begin ik ook de koning van de Heere vaarwel te zeggen? Is er misschien al een sluipend proces in mijn hart en in mijn denken bezig om die kant op te gaan? En toch regeert Gods koning. Het woeden en woelen van de volkeren op aarde kan hevig zijn. Maar dan zegt de psalm: die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. En dat ziet niet alleen op de toekomst. Je mag vanuit het Hebreeuws ook vertalen, en dat heeft zelfs de voorkeur. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen.
Er staat ook nog een troon in de hemel. En daar is een koning op geplaatst. De Heer zit zelf op die troon, maar bij hem in de troon, aan zijn rechterhand, zetelt de Zoon, de Heere Jezus Christus. De Heere lacht, de Heere spot. Dat zijn wel sterke woorden, maar staat er echt. Er is dus ook een lachende God, een spottende God. Je moet wel even wat wennen aan deze Bijbelse taal. Maar die taal komt toch nog wel vaker voor, hoor, in het Oude Testament. Ik noem u twee voorbeelden nog, ook uit de psalmen. Psalm 37, daar staat dat de Heere lacht om de goddeloze. Die goddeloze die smeet boze plannen tegen de rechtvaardige. Die goddeloze die knarst met zijn tanden. Daar heb je weer die grimmigheid. Waarom? Maar de Heere lacht om die boosheid en dat tandenknarsen. God weet dat de dag van de afrekening eraan komt. En in Psalm 59, 9e vers, lezen wij dat de Heere over al zijn tegenstanders lacht en dat hij spot met de heidenen. Hoe halen al die goddeloze mensen het in hun hoofd om zich tegen de Heere en tegen de rechtvaardigen te verzetten? Waarom doen die koningen toch zulke dingen en smeden ze altijd door hun boze plannen? De Heere spot met hen als hij van bovenaf op dit aardse gedoe neerziet. Hij als reus tegenover hen als dwergen. Hij lacht erom. En gemeente, zo mogen ook wij wel eens kijken, hoor, naar alles wat er in de wereld gebeurt. Dat heb je soms wel eens even nodig. Met de ogen van het geloof. Dat er een God is die lacht om al dat verzet en geweld van dictators en corrupte lieden. Maar waarom grijpt God dan niet meteen in? Waarom verlost hij zijn vervolgde kinderen niet meteen? Hij kan dat toch? Jazeker, dat kan hij. En daar mogen wij om blijven bidden. Maar hij doet het niet altijd direct. En dat stelt ons voor vragen, gemeente. Wij moeten maar niet doen alsof wij alles kunnen verklaren. En achter dat wereldgebeuren kunnen kijken. Dat lukt je echt niet. Calvijn zegt dat als God niet ingrijpt, hij wel aanwezig is. Maar, en dat zou je van Calvijn niet verwachten. Maar dan zegt Calvijn, maar dat het voor hem nog tijd is om te lachen. Wij moeten kalm blijven als de vijanden van God imponeren en intimideren. Wat zij doen is uiteindelijk belachelijk. Belachelijk voor wie gelooft in God en ziet op de koning die door de Heere zelf op de troon is gezet. God lacht en spot niet zomaar, gemeente. Daar wijst de psalm uitdrukkelijk op, daar zit grimmigheid in zijn lachen en in zijn spotten. Heilige toorn. En daarvan spreekt psalm 2 dus ook. En dan komen wij bij de kern van heel deze psalm. Het lachen en spotten van de Heere gaat direct samen met wat hij gezegd heeft. Met zijn spreken. Met zijn spreken over zijn koning. En als dat spreken door de opstandelingen op de aarde wordt gehoord, dan staan ze te sidderen van schrik en ontzetting. Want de dag van een afrekening komt nabij. Is al dichtbij. Wat zal dat straks, gemeente, op de jongste dag wat zijn? Dat is schokkend. Dat is shocking, zou je bijna zeggen. Maar wat spreekt de Heere dan? Vers 6. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. En hier valt alle nadruk inderdaad op dat woordje ik. Daar wil ik even bij stilstaan. In het Hebreeuws staat het heel uitdrukkelijk vooraan, zelfs twee keer. Ik heb mijn koning gezalfd. Dat is het ik
van de Heere God zelf. Het ik van de levende God. Hij kan ook zeggen, en hij zegt het, ik. Denk even in dit verband, dus even een zijlijn, aan de eigen naam van de Heere, waarmee hij zich aan Mozes heeft geopenbaard. Ik ben die ik ben. En weer naar taal eigen van het Hebreeuws mag je het ook vertalen met ik zal zijn, die ik zal zijn. En daar zit het hele evangelie in. Ik. En jullie vijanden, jullie zullen het nooit winnen van mijn koning. Mijn koning op mijn heilige berg, de berg Sion, de troon van David. De troon die nu bezet wordt door de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus. De dag dat hij zal afrekenen met al dat grimmige verzet, met die wereldwijde en satanische vijandschap. Die dag is ook al nabij, gemeente. Zoals de profeten dat al zo vaak hebben gezegd, nabij is de dag van de Heere. En aan het slot van het Nieuwe Testament zegt koning Christus, ja, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt gekregen van mij. Wat u hebt ontvangen in het heilig evangelie. Houd dat vast, mijn gemeenten. Houd dat vast, al mijn gelovigen. En dan spreekt David hier in de verzen 7 tot 9 van het besluit van de Heere. Hoor maar. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis, misschien beter, vraag van mij. En ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden der aarde als uw bezit. En u zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Met een ijzeren knots. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. En dat aardewerk, dat zit op alles wat de pottenbakker gebruikt en maakt. Jammer dat dat woord pottenbakker hier is weggevallen, want het staat echt in het Hebreeuws. Er staat een woord dat aangeeft dat het gaat om alles wat een pottenbakker gebruikt. Om mooie dingen te maken, maar ook weer om kapot te maken, want dat wordt niks eens een keer mislukt. Nou ja, dan maak je het kapot en je gebruikt het weer voor wat anders. Is de pottenbakker vrij en niet waar? Het besluit van de Heere. De regel van de Heere, statuut, is ook een goede vertaling van de Heere. Dat besluit, gemeente, is onherroepelijk. Dat is de kern. David heeft dit besluit gehoord. En hij wil het doorvertellen, vol van de Heilige Geest. Hij moet het doorvertellen. Hij is hier een profeet die veel verder ziet dan alleen zijn eigen koningschap en zijn eigen tijd. Hij spreekt hier van dat messiaanse koningschap. U, koning op de troon van de Heere, u bent mijn zoon. Of David dit gehoord heeft van een profeet, van Nathan bijvoorbeeld, 2 Samuel. Of dat hij het rechtstreeks van de Heilige Geest heeft ontvangen. Ach, dat doet er even niet zoveel toe. Het gaat om dit besluit van de Heere zelf. En dat besluit geldt de hele wereld. Het is geldig voor alle volken en voor alle eeuwen. Ja, zelfs tot in de eeuwigheid. En niemand krijgt ooit dit besluit kapot. Het kan er wel eens een moment op lijken, maar dat is schijn. Hoezeer er vijandig geweld op de aarde zal zijn, met name tegen die koning van de Heere. En omdat nu de koning Gods zoon is, heeft hij ook recht op de erfenis van de vader. David kreeg als bezit de volken die tegen hem in opstand kwamen. Maar de zoon, de Heere Jezus Christus, hij mag alle volken vragen als zijn erfdeel. Want God zegt, ik heb u heden verwekt. Ik heb u op de troon gezet. En Paulus zegt later, in Handelingen 13, we hebben dat niet gelezen, maar staat daar wel, dat dit, ik heb u heden verwekt, ook ziet op de opstanding van de Heere Jezus Christus. Die lijn mag u ook leggen, op de opstanding. En in zijn hemelvaart heeft Jezus die troon in de hemel bezet, op grond van zijn volbrachte werk op de aarde. En nu mag hij alle volken vragen van de Vader, en hij doet het ook.
En nu is hij de koning. Men kan zich grimmig tegen hem verzetten, zich van hem proberen af te maken. Het zal niet lukken. Hij is in de troon. En daarom het slot van Psalm 2. Koningen, handel toch verstandig. Laat u vermanen, rechters van de aarde. Houd ernstig rekening met de regering van deze koning. Dient hem, dien de Heere, maar dien hem in vrees. In diep ontzag voor hem, erken hem. Jullie koningen en rechters van de aarde, jullie zijn niet aan hem gelijk. Wees blij met de positie die je hebt, maar met beving, met huiver, met vrezen en beven. Want jullie krijgen allemaal te maken met deze koning. Zijn dag komt. En jullie koningen, jullie kunnen tijdelijk heel veel kwaad aanrichten en veel onrecht begaan. En jullie kunnen die onderdanen van de Heere Jezus vervolgen. En je kunt ze zelfs doden. Maar weet, de dag van zijn toorn komt. Jullie kunnen nu grimmig handelen, maar hij kan dat ook. En hij zal dat doen, gemeente. Op die grote dag, dat hij in heerlijkheid verschijnt, dan komen jullie allemaal aan de beurt. Van China en Noord-Korea, van Nigeria, van Nederland en van waar ook maar. En daarom die dringende oproep, daar zit ernst in, gemeente. Kus de Zoon, het kan nog. Het is nog het heden van de genade. Erken hem in zijn koningschap. Doen de machthebbers en de rechters van de aarde dat niet en blijven ze kwaad doen, dan gaan ze hun vernietiging tegemoet. Want de toorn van de koning op de jongste dag zal groot zijn. Dan is er geen ontkomen meer aan. En daarom is die oproep om die zoon te kussen ook indringend en ernstig. Maar dat geldt ook voor ons, gemeente. Het geldt voor onze jonge mensen. Voor ons allemaal. Hebben ook wij soms niet de mentaliteit van die koningen van de aarde? Kussen wij de Zoon? Anders gezegd, hebben wij de Heere Jezus lief gekregen? Waaruit blijkt dat? Hoe krijgt dat vorm in ons leven? Ook jullie jonge mensen, jullie kinderen worden hier aangesproken. Het gaat niet om kleinigheden hoor, in deze psalm en in het evangelie. Psalm 2 is een troostende psalm voor allen die onder geweld en vervolging lijden. De koning op de troon van David zal recht doen. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Deze koning heeft allerlei zalig sprekingen uitgesproken. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. He? Matthäus 5, de bergrede. En u eindigt ook Psalm 2 met zo'n zalig spreking. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Beter, of zalig allen die bij hem schuilen. Die levenshouvast vinden in de schuilplaats die er bij koning Jezus is. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven dan de naam van Jezus, de Zoon van God. En door die naam moeten wij behouden worden, gemeente. En wie nu zich aan hem onderwerpt in de weg van bekering en geloof, van de telkens door weer nieuw zoeken en vinden, in de weg van een liefdevolle onderwerping aan hem, die vindt zaligheid, die vindt behoud, die vindt de schoonheid en de onmetelijke rijkdom van deze koning en zijn koning zijn. En dat geeft blijdschap. Dat brengt tot de jubel van het geloof. Dat doet de lofzang zingen. Maar toch ook met vrees en beven. Want de dag van de afrekening, de dag van de gerechtigheid, komt. En gelukkig allen dan, hoogst gelukkig,
die dan veilig zijn in die schuilplaats, die de koning op de troon voor hen heeft ingericht en klaargemaakt. Dan ben je veilig, eeuwig veilig. Want deze koning wil zo graag behouden, gemeente. Hij wil toch zo graag redden. Hij wil u en jou zo graag vervullen met zijn liefde, met zijn rijkdom. En daarom doe de keuze, die goede keuze. En vernieuw die keuze steeds weer je leven door. Wij moeten het kwaad, kwaad blijven noemen. Het niet goed praten. En de koningen in de wereld moeten hun verstand gebruiken. En de presidenten natuurlijk ook, en die vallen er ook allemaal onder. Om een vernietiging te ontlopen, ze moeten hun verstand gebruiken. Wij hebben maar geen lieve Heer Jezus aan het kruis gehad, die al het kwaad in de wereld al heeft opgeruimd. En nu is het alleen maar halleluja, halleluja. Nee, zeker niet. Ook naar Golgotha geldt. Wij weten hoezeer de Heere te vrezen is. En daarom proberen wij de mensen te overtuigen, zegt Paulus in 2 Korintiërs 5. We hebben ernst, moed en blijdschap nodig om het samen vol te houden en op te komen voor het goede. Voor de goede wet en regels van onze God. De keuze voor koning Jezus vraagt wat. Vraagt veel. Vraagt jezelf helemaal op. Maar dan krijg je ook te maken, gemeente, met al die zegeningen van deze koning. Dan vind je iets wat je nergens anders in de hele wereld zult kunnen vinden. En daarom, welzalig allen die bij hem schuilen. Zo eindigt Psalm 2. En let er even op, zo begint Psalm 1. Dat woord staat aan het begin van het psalmboek en het beheerst het hele psalmboek ook. Welzalig allen, die niet wandelen in de raad van de goddelozen, maar die aan de wet van de Heere een welgevallen heeft. En Psalm 2 eindigt met die zaligspreking. Welzalig allen die schuilen bij koning Jezus, bij de Zoon. Ja, Psalm 2. Een machtige en prachtige psalm. Als je eenmaal wat gezien hebt van wat hier wordt gezegd en geprofeteerd. De zich zo grimmig verzettende regimes in de wereldgeschiedenis, gemeente, gaan er echt aan. En hoeveelen zijn er al aangegaan? Zij zullen verpletterd en stuk geslagen worden. Wanneer? Ja, nou, dat bepaalt nou de koning. Eerst moet zijn evangelie wereldwijd worden verkondigd. Eerst moet u geroepen worden en jij. En komen bij deze koning. Gebeurt ook vanmiddag. Hier, deze dienst. Mag ik het eens even zeggen, gemeente? Geweldig. Een kerkdienst. Een koningsdienst, een evangeliedienst. En dat gaat over ons heel persoonlijk, heel concreet. Lof, aanbidding, zij koning Jezus Christus. Hij is al uw liefde waard. Kus hem maar. Amen. Thank you.
Laten we samen danken, maar ook voorbeden doen en aanbidden. Heere onze God, dank dat Gij uw Zoon gezonden hebt en Hem nu in uw troon de ereplaats hebt gegeven. Alle macht hebt u Hem gegeven, het hele oordeel, over de hele wereld, over alle volkeren, alle hooggeplaatsten, allen die een positie krijgen, en ook over ons. Heere, geef dat dit evangelie ons lief is geworden. En was dat mogelijk niet het geval, dat het ons lief gaat worden. En wij ons aan die koning onderwerpen. Dat valt ons niet mee, Heere, want er is zoveel dat er tegenin komt. We hebben onszelf vaak zo tegen, onze oude mens. Maar als u de Heere werkt, dan zet u het door. En dan komt er die liefde. Dan komen we op de knieën. Dan belijden wij u. Dan verootmoedigen wij ons. En dan prijzen wij u ook, Heere. Wij willen als gemeente bidden voor onze broeders en zusters in de druk, in de nood en de vervolging. En we bidden voor de regimes, van welke aard ook maar, die dat doen. Voor rechters die onrecht uitspraken doen. Corrupte lieden die de zaak verzieken en kapot maken. We bidden voor hen, Heer, dat ze zich mogen bekeren. En zo niet, dat u zult opstaan en ze uit de weg zult ruimen. Hoe vaak staat dat niet in uw woord in de psalmen? En nu zal ik de Heere opstaan om recht en gerechtigheid op aarde te vestigen. Komt, en dat u nog geduld met ons hebt, Heer, dat u nog een langzame haast hebt, dat heeft te maken met uw heilige wil om niet te verderven, maar juist om te behouden. Dank dat we vandaag weer in de kerk konden zijn. En dat er zoveel gemeenten samen mochten komen. Uw woord blijft klinken, Heren. Wij worden wel eens moedeloos als we zien op de verwereldlijking om ons heen. De afkeer van u, het totaal negeren van u, de Heer, alsof u er helemaal niet bent. En alsof het allemaal niets voorstelt. O God, bewaar ons ervoor dat we in de verleiding en in de kracht van dat denken en gevoelen zouden komen. Bewaar ons ervoor, bewaar ons bij uw woord en bewaar uw woord voor ons. Zegen ons, Heere, u kent ons ook in onze vragen. Vragen die te maken hebben met de prediking van vanmiddag. Of mogelijk vanmorgen, hoe dan ook. Als we met die vragen zitten, dat we er met elkaar over mogen spreken. Dat we ze aan u de Heere voorleggen. Wij moeten soms met vraagtekens leven, Heere. Maar wilt u het waarom dan overnemen? En erin zijn en dan zeggen, ik ben die ik ben voor u, voor jou, uw God, uw Vader, uw Verzorger, uw Drager door alles heen. Door ziekte, nood en moeite, door het sterven heen. Ik vang u op in de eeuwige vreugde, in mijn koninkrijk. Heere, bewerk dat, dat is geloof, dat is vertrouwen. Hoogst gelukkig de mens die dat van u de Heere ontvangt. En u wilt het zo graag geven, Heere, voor niemand onbereikbaar. Leer ons erom bidden. Zo dragen we elkaar aan u op voor de komende week. Sterk ons bij de arbeid. Sterk ons evenzeer als we vakantie hebben. Want ook dat is een kunst om dat goed te doen. Help ons bij alle dingen. Wil ons bewaren in uw heilige naam. Dat we mogen staan en gaan onder de bewaringsdienst van uw heilige engelen. Zegen deze uw gemeente, Heere. Geef haar uw heilige geest steeds weer. En wil hen die geroepen worden om ook geestelijke leiding te geven, zo vervullen dat ze zelf de leiding van u mogen kennen. En dat de liefde in de gemeente mag zijn. Jongeren en ouderen en tot elkaar. En wilt u het zo maken dat straks de nieuwe predikant een rijke zegen mag meebrengen voor de gemeente.
Zegen de kerk en heren. Het is niet gemakkelijk tegenwoordig. Maar houdt u ons vast, geeft u ons leiding. Zo bidden wij voor elkaar en we bidden voor onze kinderen en kleinkinderen als we die mogen hebben. We bidden voor onze levensgang. We kunnen daar met blijdschap in gaan en staan. Met grote tevredenheid, met dankbaarheid. Het kan soms ook zo anders. U weet het, Heer. Maar wilt u meegaan? Wilt u voorop gaan? De grote en goede herder van de schapen. Neem zo ons gebed aan. Zegen verder alle werk in de kerken. Theologisch onderwijs, zending, evangelisatie, ook hier in Veenendaal. En maak het nog wel, o God, ook in de komende avond, dat we vrede mogen meenemen. Vrede in onze harten. Vrede in onze huizen, ook wanneer we mogelijk helemaal alleen thuis zijn. Dat we dan mogen ervaren dat u de Heer er toch bent. Trek zo met ons mee, o God, en doe niet met ons naar onze zonden. Neem die genadig weg en leer ons elke dag opnieuw te leven in de vernieuwing van ons leven, als belofte van u, in de doop aan ons vastgemaakt. Zo komt u toe, Heer, alle lof, alle dank, alle eer en alle aanbidding. En leer ons om bewust bezig te zijn met en uit te zien naar de dag van uw komst, Heer Jezus. Want die dag, die ook de dag van de afrekening is, zal voor uw kerk zijn en voor al uw kinderen de dag van het eeuwige feest. De dag van de bruiloft. De dag van de eeuwige vernieuwing tot het eeuwige leven. In alle opzichten. Op een wijze zo heerlijk dat het hier met geen woorden te beschrijven is. Heere, geef dat we daarmee bezig zijn. Dat geeft kracht. Dat is als het ware de wind in de rug. Maak het zo wel. Hoor ons uit genade. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik mag u wijzen nog een keer op de collecten. Ze zijn al aangekondigd. U weet hoe dat nu gaat. En nou ja, uiteraard, maak er gebruik van. Psalm 68, vers 16 en 17 zingen wij tot slot. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom. Maar ook, het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. 16, 17 van Psalm 68.
Heft uw hart op en ontvangt de zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.